Ik kan me dat niet herinneren. Nou zegt u net al even, hè, en dat benoemt u ook als een van zijn sterke punten, dat Rutte een man is, even in mijn woorden, die met alles en iedereen door een deur kan. Hè. Hij heeft over rechts geregeerd, hij heeft over links geregeerd. Het lukte ook altijd weer om steun te vinden bij oppositiepartijen. Had hij ook vaak hard nodig voor de meerderheid in de Eerste Kamer. Maar dat is natuurlijk tegelijkertijd ook de kritiek op Rutte. Hij is meer een manager dan een groot politiek leider. Wat hij gedaan heeft, moest hij ook echt doen. Als de VVD de grootste partij is na de verkiezingen, dan heb je de verantwoordelijkheid om te zorgen voor een behoorlijk landsbestuur. En dan moet je dus anderen vinden waar je het mee eens kunt worden. Je moet een meerderheid zien te creëren in de Tweede Kamer. En, en dan de leider van de VVD wordt dan de premier. Dus het is echt de verantwoordelijkheid van de VVD, gegeven door de kiezers, om dan te zorgen dat er ook een kabinet komt. En maar vindt Rutte u Rutte zorgen meer een manager dan een politiek leider? Nou ja, managen is in de politiek heel belangrijk. Je moet zorgen dat alle onderwerpen dat die de aandacht krijgen die ze verdienen, en dat er ook besluiten genomen worden. En daar zijn meerderheden voor nodig. Eerst in de ministerraad, dan in de Tweede Kamer, ook in de Eerste Kamer. Je moet ook draagvlak zien te vinden bij de bevolking, bij de mensen. Mm-hmm. En ja, dat moet je allemaal organiseren en regelen, in goede banen zien te leiden. Dus het managen is in de politiek, in de functie die hij heeft, ook belangrijk. Ja, maar toch als we dan zien hoe dat in de afgelopen bijna 12 jaar is gegaan. Zijn eerste kabinet, Rutte 1, was een regeerakkoord waarbij rechts-Nederlands zijn vingers kon aflikken, zo zei Rutte toen. Nou ja, even later regeerde die met de PvdA, ging die over links. En na al die jaren is natuurlijk wel de vraag, en dat is natuurlijk ook, nou ja, wat het misschien voor gevolg heeft gehad, dat het niet meer duidelijk is waar de VVD zelf dan eigenlijk voor staat. Dat die zo goed in compromis sluiten is geworden, dat dat helemaal niet meer duidelijk is. Nou, daar heeft u gelijk in. Het is zo dat als je compromissen moet sluiten en je moet als politieke leider van de VVD, als premier, moet je dan vervolgens die compromissen verdedigen en uitdragen. Ja, dan is dat het verhaal van de coalitie. Het is een compromisverhaal. En het is zo dat het VVD-verhaal dan naar de achtergrond verschuift. Maar u dat zegt, daar heeft u gelijk in, zegt hij. Het is dus niet meer duidelijk in uw optiek waar de VVD voor staat. Nou, bent u zelf ook in verwarring als VVD-prominent? Nee, ik niet. Maar het is wel zo dat ik begrijp, en ik denk dat de kiezers dat ook wel begrijpen, dat als je de grootste politieke partij bent, dan moet je bijdragen aan een goed landsbestuur. Dat kun je niet alleen met je eigen programma en met je eigen wensen doen. Daar moet je met anderen afspraken over maken, compromissen sluiten. En ja, je moet dan zorgen dat wat er dan afgesproken wordt met elkaar, dat dat uitgevoerd wordt. Dus ik denk dat mensen heel goed begrijpen dat zo moet, dat het niet anders kan. En vandaar ook dat die 12 jaar achter elkaar alle verkiezingen gewonnen heeft. Ja, maar begrijpen de kiezers dat? Dat is natuurlijk nu wel echt de vraag. Want u zei een jaar geleden ook al van, nou, ik zie Rutte nog wel 8 jaar premier blijven. Maar nou, er is nogal wat veranderd in het afgelopen jaar. Om bijvoorbeeld maar eens te kijken naar die peilingen. De VVD staat ontzettend laag. Nou, het staat niet ontzettend laag. De laatste peiling die ik gezien heb, was dat de VVD tussen de 24 en de 29 zetels staat en nog steeds op afstand de grootste partij is. Dus ja, dat was de afgelopen 12 jaar steeds zo. Je kunt natuurlijk niet ontkennen dat de peilingen naar beneden zijn geschoten en dat er ruimte ontstaat voor partijen zoals BBB en Ja 21. Ja, maar goed, straks bij de echte Tweede Kamerverkiezingen dan blijkt of de kiezers nog steeds van mening zijn, zoals ze de vorige keren ook waren, dat ze toch het meeste vertrouwen in hem en in zijn partij kunnen hebben. En als dat zo is, ja, dan krijgt hij opnieuw de verantwoordelijkheid om te zorgen voor een volgende periode van stabiel en goed landsbestuur. Maar wat is er voor u, wat is er volgens u nodig om dat te bereiken? Wat moet Rutte doen? Wat er nodig is dat, en daar is hij ook erg op geconcentreerd, is dat de grote uitdagingen die er zijn voor de politiek, dat daar resultaten geboekt worden. En die uitdagingen zijn de problemen met de natuur en het milieu. Dat uitzicht nu vooral in de stikstofproblematiek. Het probleem met de energie, dat we niet zeker zijn van onze energie en dat de energie die we afnemen veel te duur is. En ook de immigratie, die toch een niet goed gecontroleerd proces is in Nederland. Nee, waarvan je dus ook zou kunnen zeggen dat is niet goed gereguleerd. Ja, we zitten in midden van Rutte 4. Dus ook problemen die eerder niet getackeld zijn. Ja, het is zo dat het klimaatprobleem dat wordt aangepakt. Er is een ambitieuze energie- en klimaatpolitiek. Het probleem met natuur en milieu wordt via een actief stikstofbeleid wordt dat ook aangepakt. Wat betreft de woningbouw, ja, ik denk dat de woningbouw en de immigratiepolitiek dat die nauw met elkaar samenhangen. En ik denk dat daar nog een slag te maken is. Ik denk dat het niet mogelijk is als de immigratie op de huidige
ongecontroleerde wijze doorlaat gaan, dat je dan de woningbouwproblematiek, de woningproblematiek in Nederland, dat je die op kunt lossen. Dus u bent voor zo'n tijdelijke asielstop? Nou ja, niet alleen asielstop. Het gaat om mensen die hier naartoe komen om te werken uit Oost-Europa. Terwijl er hier in Nederland heel veel mensen die kunnen werken aan de kant staan. Het gaat ook om grootschalig misbruik van de asielprocedure. Dus ik denk dat er op dat punt echt wat moet gebeuren. Ja, daar zegt u wel wat. Want dat is natuurlijk iets waar coalitiepartner D66 heel anders in staat. Ja, zeker. Bijvoorbeeld goed, die arbeidsmigranten. Je kunt niet ieder jaar 120.000 mensen binnenlaten in de omvang van een stad als Leiden en dan vervolgens verbaasd zijn dat je te weinig woningen hebt. Dat gaat natuurlijk niet. Nee, maar de VVD zit wel in een kabinet met D66. Sterker nog, de kritiek is ook dat de VVD steeds meer opschuift, nou ja, richting D66. Naar links. Ja, nou, ik denk dat de VVD het met D66 en met het CDA en met de ChristenUnie tot uitkomsten moet zien te leiden. Het kan nooit zo zijn dat één partij, of het nou D66 of de VVD is, dat die zegt wat er in dit land moet gebeuren. Je moet het met elkaar eens zien te worden. En dat komt op de kracht van je argumenten aan. Dus we zullen ons bij de VVD vooral op onze argumenten moeten richten. En met die argumenten moeten proberen om het in de coalitie en in de Tweede Kamer eens te worden over de maatregelen die nodig zijn. Heeft Rutte